Men stippelt beleid uit voor de senioren zonder de senioren. Men stippelt beleid uit voor de senioren zonder de senioren. Dat kan gewoon niet. Dit zegt Renate Woude Boegwandas, voorzitter van de Bond Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst, BBGO, vandaag in gesprek met ATV. Vandaag is de inluiding van de maand voor senioren burgers. Volgens Woude Boegwandas zijn de gepensioneerden in een zeer moeilijke economische maatschappelijke situatie komen te verkeren. Zij roept daarom alle senioren burgers op die zowel voor de overheid als voor parastatale bedrijven hebben gewerkt, om gezamenlijk eraan te werken om de plaats die ze verdienen in de maatschappij in te nemen. Dit kunnen ze doen door aan de overheid, maar ook aan zichzelf te trekken. De voorzitter vindt het een kwalijke zaak dat de overheid een aantal besluiten in het land neemt voor seniorenburgers zonder ze erbij te betrekken. Belangrijk is dat wij als seniorenburgers gehoord willen worden. Dat wij dus ook plaats kunnen nemen in commissies wanneer het gaat om een stukje beleid uit te stippelen voor de seniorenburgers. Men stippelt beleid uit voor de senioren, zonder de senioren. En dat kan dan gewoon niet. Men neemt een aantal besluiten in dit land zonder de senioren erbij te betrekken. En dat is natuurlijk een kwalijke zaak. En daar lopen dingen natuurlijk mis. Wij als senioren weten precies wat onze behoeften zijn, wat we eigenlijk willen. Er is nu bijvoorbeeld, komt dus dagelijks in het nieuws, dat er 1,8 miljard geleend gaat worden van de Islamic Bank. Maar de seniorenburgers zijn niet erbij betrokken om na te gaan van welk deel van dat bedrag zouden wij kunnen besteden aan de seniorenburgers. Want die hebben het nodig. En dan is het niet bij ons alleen te doen om een verhoging van onze pensioenen, want vaak denkt men dat het alleen is, maar dat is het niet. Maar seniorenburgers hebben veel meer nodig. De senioren hebben ook behoefte aan recreatiemogelijkheden. Plekken waar ze bij elkaar kunnen komen. Niet alleen om te socializen, maar ook om iets bij te leren. Bijvoorbeeld in de ICT-richting, zegt de BBGO-voorzitter. Woude Boegwandas bekruipt het gevoel dat alles stopt wanneer je 60 jaar bent geworden. En dat mag niet. Als we kijken naar de banken, waar kan je een lening doen als seniorenburger? Als je 60 jaar bent, ziet geen enkel bankje aankomen om een lening te doen. Toch? Dat willen ze niet. Godde is de enige plek waar je nog een lening kan doen tot een bedrag van 3000. Maar meer gaat het ook niet om. Dus dan krijg je het gevoel van het is voor jou geëindigd. Want een heleboel kanalen zijn voor jou gesloten. Want je bent dus 60 jaar geworden. Dat moet je dan voor jongeren overlaten. Terwijl het leven doorgaat en je bent nog vitaal. Je kan nog een heleboel. Maar de overheid heb je nodig om dus dat stukje voor jou in orde te kunnen maken. En aan de andere kant zeg ik, als wij als senioren ons gaan bundelen, als wij ons gaan organiseren, dan kunnen we dat afdwingen van die overheid. Maar als je niet georganiseerd bent, kan je niks afdwingen van die overheid. En dat is heel belangrijk, dat we dus samenkomen om te kijken wat kunnen we samen doen. De BBGO-voorzitter wenst aan alle seniorenburgers een bezinningsvolle dag toe. Ze roept ze op om samen te bundelen en om na te gaan wat ze nog meer kunnen betekenen voor elkaar.